Minister van Binnenlands Bestuur, Liesbeth Homans, schorst alle subsidies die de provincie Vlaams-Brabant eind maart goedkeurde voor een 20-tal sportmanifestaties in de regio. Het gaat om een bedrag van ruim 75.000 euro. Vlaams-Brabant is al sinds 1 januari 2018 niet meer bevoegd voor sport. En toch kende de provincie tot vandaag subsidies toe aan verschillende sportmanifestaties. N-VA uitte eerder al kritiek op die subsidiëring en nu laat minister van Binnenlands Bestuur, Liesbeth Homans, weten dat alle subsidies van de provincie aan sportmanifestaties worden geschrapt. Vaak tot ongenoegen van de organisatoren van de manifestaties. Voor de hele provincie gaat het om 75.000 euro. Bij de goedkeuring van de budgetwijziging heb ik daar namens de fractie al op gewezen dat het dus niet meer kon dat ze nog geld gaven aan sportsubsidies. Wetten en decreten zijn er voor politici om nageleefd te worden, denk ik. En wij moeten daar zeker het goede voorbeeld in geven. En nu de schuld bij minister Homans gaan leggen, omdat zij die subsidies heeft geschorst, vind ik er toch wel over. In onze regio gaat het onder andere om subsidies voor de Brabantse Pijl, de Ronde van Vlaams-Brabant, de Druivenkoers en Druivencross in Overijse, de Superprestige in Diegem, de Motorcross van Goik en Halle in Goichem. Goed voor een totaalbedrag van ruim 28.500 euro. Geld dat nu op een andere manier zal worden besteed. Nu dinsdag staat er nog een budgetwijziging op de provincieraad. Natuurlijk hebben ze diegenen die daar reeds in voorzien waren ook geschrapt. Dus dat budget blijft openstaan en daar zal wel eens iets anders moeten mee gebeuren. Of naar iets anders overgeheveld worden. Wat er met de vrijgekomen 75.000 euro zal gebeuren, is nog niet duidelijk. Wij moeten afwachten tot wanneer dat op de commissie en de provincieraad komt om te zien wat hun bedoelingen daarmee zijn.